Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Robert van Galen van OD16. OD16, de afsplitsing zullen we maar zeggen van D66. En jullie gaan niet door met na de verkiezingen. Jullie stoppen. Dat klopt. We hebben al eerder aangekondigd. We zijn een jaar of anderhalf, twee terug uit de D66-fractie gestapt. Ontevredenheid over de te varen koers, ontevredenheid over de rol in het college. Dat is geweest. Dat is geweest en wij hebben gezegd, weet je, we hebben ons werk als volksvertegenwoordiger gedaan, afgemaakt. Sommigen zullen het als een luis in de pels gevoeld hebben. Anderen zullen misschien zeggen van nou, het was een zinvolle bijdrage. Dat mag iedereen zelf bepalen. Maar na deze periode stoppen wij wel. Je bent nogal actief op Twitter. En dan gebruik je vaak de hashtag, wat weten wij niet? Dat klopt. Bij deze de vraag. Ja, wat weten wij niet? Kijk, Twitter is wel een mooi kanaal om in een aantal tekens, tegenwoordig wat meer, te laten merken wat je vindt. Of waar je een opinie over hebt. Het is een mooi opiniekanaal. En je kunt ook veel mensen mee bereiken. Ja, maar als je zegt, wat weten wij niet, dan insinueer je dat dingetjes in een achterkamer gebeuren. Ja, en dat een dat grote gros niet in. Weet. Wat wij niet weten, heb ik heel vaak gebruikt in relatie tot de ontwikkeling van een prachtig gebied. Namelijk het gebied van de West-Luidense Poort. We weten allemaal wat daar is gerealiseerd. Fantastisch. Zinder, bibliotheek, parkeergarage. Maar rondom dat traject is er ook heel veel gebeurd wat eigenlijk nog nauwelijks besproken wordt in de openbaarheid. Wat ook niet in de openbaarheid komt. Roep eens wat. We weten allemaal dat de huizen gebouwd zouden moeten worden. Oude plannen staan vol met stadsvilla's. Volker Wessel ziet vooralsnog af van de bouw. Ja, dat had te maken ook met zeg maar het terugverdiend model van het hele gebied. Onder andere. Mm-hmm. Daarna zouden appartementen komen met een winkels en een commerciële ruimte eronder. Komt er niet vooralsnog. En we weten wel dat Volker Wessels de ruimte heeft om 5 jaar na oplevering nog te gaan bouwen. Mm-hmm. Maar waarom ze het niet doen en wat de problemen met de gemeente zijn. Dat is toch heel simpel. De markt vraagt er niet om. De huidige markt vraagt volgens mij enorm om dit type woningen bij de binnenstad. Want zeg jij nu dat er nog problemen aan gaan komen als het gaat om die WLP? Ik ga vanuit van financiële wel. Financiële problemen? Ik ga vanuit van wel, want we hebben allemaal in de krant destijds kunnen lezen dat Volker Wessels een claim neerlegt bij de gemeente Tiel van 5 miljoen euro of om en nabij dat bedrag. En ja, dat is nog steeds niet van tafel. Ik heb het bericht daarover nog niet gehoord. Recent heeft de wethouder ter zake uitgesproken dat ze niet meer in contact zijn, al vanaf januari dit jaar niet met de bouwer. Dat vind ik hoogst opmerkelijk, want het project is totaal nog niet afgerond. En waarom dat nou is en wat daar nou achter zit, kijk, dat weten wij niet, snap je? Weet jij dat wel uit besloten vergaderingen? Nee, want er wordt eigenlijk mondjesmaat geen informatie gegeven. En ik vind dat alles wat geheim is, is geheim, maar het wordt wel makkelijk met het instrument van geheimhouding gezwaaid. Onze fractie heeft vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen nadrukkelijk gevraagd om nog eens even precies wetgeving en regelgeving erop na te slaan van wat kan er nou wel geheim gehouden worden en wat niet. Er was totaal niet in beeld rondom een aantal onderwerpen hoe lang die geheimhouding gold, of die voor sommige trajecten nog gold. Nou, daar heeft de burgemeester toezeggingen op gedaan om daarmee aan de slag te gaan. Er is niks gebeurd. We hebben de afgelopen algemene beschouwingen opnieuw gevraagd, hoe zit dat nou? En hij moest inderdaad erkennen dat hij daar niks mee gedaan had. En met uitstek een burgemeester moet het openbare debat, de openbare discussie, de transparantie van bestuur waarborgen. Dat heeft hij op dat onderdeel, naar mijn gevoel, onvoldoende gedaan. Falen. Jij noemt het falen, want ik vind het falen een groot woord. Dat ga ik in dit geval niet zeggen, want het is een goede burgemeester voor de gemeente Tiel. Hij zet Tiel op de kaart, in de regio, timmert aan de weg. Hij is niet voor niks. Ben jij in die raad met unanieme stemmen voorgedragen voor herbenoeming. Dat zegt ook wel wat over deze burgemeester. Deze burgemeester is zichtbaar in de stad, laat zich zien, laat zich horen. Maar op dit onderdeel vind ik dat hij tekortgeschoten is. Ben jij roepende in de woestijn als het gaat over dit onderwerp in de gemeenteraad van Tiel? Ik denk het niet. Ik denk dat velen weten wat er precies speelt. Maar in het belang van de coalitie ook velen ertoe zwijgen. Want het heeft er alle schijn van dat deze coalitie heeft afgesproken. Wij zitten met elkaar met pijn en moeite de rit uit. Dat gebeurt ook. Kijk, je ziet dat er op diverse dossiers grote problemen zijn geweest. Daar is ook soms van dan de ene coalitiepartner dan de andere stevige kritiek te horen, maar als puntje bij paaltje komt,
dan verstomt een deel van die kritiek ook weer. Want dit college zit gewoon de rit uit. Eigenlijk komt het daarop neer. En dat snap ik ook nog wel. Want een vallend college of vallende politieke partijen, dan gaan ego's naar de bliksem, dan worden mensen beschadigd. Er is niemand op uit, daar ben ik ook niet op uit. Het gaat erom dat we in deze stad weten wat er met het geld van deze gemeente echt gebeurt. Nou, rondom de WLP weten we dat nog steeds niet. Toen het opgeleverd werd, toen twitterde onze gemeentesecretaris dat het allemaal binnen het budget was gebleven en binnen de tijd. Nou, dat laatste is sowieso niet waar. En binnen het budget, zij noemde in een tweet die ze later overigens verwijderd heeft, dat het ging om 44 miljoen euro. Maar dat is geen openbare kennis. Of het 44 is of 42 of 48, dat zit in besloten, in geheime stukken. Had ze dus nooit mogen vertellen. Ik vind dat ze daarmee haar boekje te buiten gegaan is. Want zij stelt mij niet in staat om in het openbaar vragen te stellen over of dat nou klopt. En mijn controlerende taken uit te oefenen. Ik kan niet in het openbaar zeggen, goh, in deze stukken staat dat het dit en dat bedrag heeft gekost. U zegt dit bedrag, hoe komt dat nou? Leg dat eens uit. Zodra ik met die stukken aan de haal ga, schend ik de geheimhouding en kan ik daarvoor vervolgd worden. Ik vind dat een secretaris op de achtergrond moet blijven met tweets over onderwerpen die van politieke discussie zijn. Ja. Zij is de directeur van de gemeente Tiel, hè, van de ambtenarij. Mm-hmm. Zij is geen politiek statementmaker, zou je kunnen zeggen. Nee, dus het hoofd van het uitvoerende orgaan. Het hoofd van het uitvoerende orgaan, precies. Hey, er zijn nogal wat veranderingen. Veel mensen gaan weg. Mm-hmm. Er speelt van alles op de achtergrond. Ja. Verkiezingen komen eraan. Wat vind jij van het CDA-debakel? Aan de buitenkant blijft dat allemaal redelijk stil, maar daar speelt wel degelijk het een en ander. En dan doe ik op de nieuwe lijsttrekker, huidige fractievoorzitter Tom van Oostrom en Yvonne Sonstolk. Henk Driessen, de wethouder, die daar ook nog wel een rolletje in schijnt te spelen. Weet je hoe dat zit en hoe dat speelt? Nee, want ik ben beslist geen CDA'er. Ik ben niet iemand die politiek bedrijft vanuit de Bijbel, zullen we maar zeggen. Of als basis de Bijbel heeft. Mm. Je zit er wel dicht bovenop. Ik zit niet bij overleggen van het CDA, maar ik was wel verrast toen Yvonne Sonstolk de lijsttrekker werd. Ik heb haar direct gefeliciteerd. En ook echt oprecht, want zij is wel iemand die ontzettend hard voor de zaak heeft en voor Tiel. En met name opkomt voor mensen in nood. Dus voor de sociale kant en het sociaal domein. En daarin zal zij het moeilijk gehad hebben. Want zij is bevlogen met het sociaal domein. Ze doet ook de raadswerkgroep sociaal domein zit zij voor. Dus ja, complimenten daarvoor. Maar tegelijkertijd heeft ze natuurlijk gezien dat er ook in de afgelopen periode vanuit de oppositie, maar ook vanuit het CDA en zeker ook vanuit de VVD, forse kritiek is geweest op de manier waarop de wethouder van het CDA, Henk Driessen, het vormgegeven heeft. We hebben allemaal nog het debakel, je noemde het woord net al, meegekregen waarop er opeens enorme tekorten waren op jeugd, op de jeugdzorg. Daarna waren ze er weer niet. Dus binnen een paar weken veranderde het tekort van bedrag in tonnen, miljoen zelfs, tot bijna niet. Er werd enorm gegoocheld met cijfers. Uiteindelijk moest er, en dat is er wel gekomen, een soort van stand van zakenrapportage komen. Nou, dat was een zeer lijvig en moeilijk leesbaar stuk. Ja, bijna niet om te komen. En ja, weet je, men is uitgegaan van wat ik dan maar noem de zachte landing. Er zijn een paar partijen die heel erg gepleit hebben voor die zachte landing. Zo van laten we eerst maar zien wat er gebeurt en het komt misschien wel goed. En die partijen hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen op het moment dat het echt niet goed ging. Want de oppositie, wat doe je dan op? Nou, de oppositie heeft toen die discussie gold een motie van treurnis ingediend. Die is oppositiebreed aangenomen, maar natuurlijk door de collegepartijen verworpen. Ja. Terwijl ze hun mond vol hebben in de wandelgang van kritiek op het functioneren van de wethouder op het sociaal domein. Zeg ik niks over de persoon Henk Driessen. Dat is een buitengewoon aardige man met de beste bedoelingen voor Tiel. Maar op de portefeuille is er veel misgegaan. Je ziet het ook in het verkiezingsprogramma. Ik heb er nu één gelezen. Staat vol met reparaties op het sociaal domein. Bij D66 staat het programma er vol mee. En zij zijn de enige die, of nee, niet de enige, maar wel degene die behoorlijk hard gepleit hebben voor de zachte landing en we moeten het maar laten ontstaan en we moeten vertrouwen hebben op de
uitvoerenden. Maar de kennis en kunde, daar wist je eigenlijk van tevoren. Daar hebben heel veel gemeenten overigens mee te maken gehad. Mm-hmm. Die was er ambtelijk niet genoeg of onvoldoende. Nee. Ja, en ja, dan, dat het dan schuurt, dat kan. Maar heeft de wethouder dan gefaald? Of kan hij er eigenlijk niks aan doen? Ja, weet je, je zoekt naar het woord falen, lijkt het. Hè? Mm-hmm. Ik vind niet dat hij gefaald heeft. Ik vind dat hij in de omstandigheden geprobeerd heeft het beste van te maken. Maar de motie van treurnis was er niet voor niks. Dus op een aantal onderdelen heeft hij ondergepresteerd. Ja. Hij had het beter gemoeten. Maar met de motie is eigenlijk niets gedaan. Die motie is door de coalitie, want die zitten met elkaar de rit uit, verworpen. En ze waren ook boos, heel boos dat wij op een gegeven moment met dat stuk kwamen. Ja, dat snap ik, dat mag. Mm. Maar niet aan de ene kant stevige taal uit en als dan puntje bij paaltje komt, je krokodillentranen een beetje laten opdrogen en wegvegen met een coalitiezakdoekje. Dat is heel verkeerd. Hey, de verkiezingen die eraan gaan komen, gaan we eens duiden. Robert van Galen, partijen, bijvoorbeeld Ton Zuidema, die gaan verlaten van nou, de huidige coalitie zouden we graag mee door willen gaan, als die mogelijkheid daar is. Nou, dan is Tiel daar klaar voor? Wilt u iets anders? Nou, dat weten we pas op het moment dat de lente begint, hè. Dus 21 maart zijn die verkiezingen. Uh-huh. Je zou bijna zeggen een nieuwe bestuurlijke lente voor de gemeente Tiel, want deze combinatie is natuurlijk helemaal uitgeregeerd. Dat weet iedereen, dat ziet iedereen. Harde termen roepen. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, je ziet wie goed in de wandelgang rondloopt, dat de verhoudingen lastiger worden, moeilijker worden, dat sommigen niet meer helemaal optimaal serieus genomen worden. Ja, weet je, ik ben misschien een van de eerste die het hardop zegt, maar iedereen weet dat. Er zal zeker een nieuwe coalitie gaan ontstaan waarin VVD en CDA een rol spelen. Die zoeken elkaar doorlopend op, dat zie je. Hè. Het bondje wordt regelmatig gesloten. De Partij van de Burgers zal daaraan gaan meedoen. Ja, daarom is het zo interessant om te volgen wat er bij het CDA gebeurt. En dat is een mooi interessante combinatie, want hebben ze wel of hebben ze niet de meerderheid? En wie mag er dan nog meedoen? Dan hebben we nog de lokale partij, Krachtig Tiel, die aan de weg probeert te timmeren. Wat daarvan terecht komt, is een grote vraag natuurlijk. Maar de Sociaal Tiel en Pro Tiel is verdwenen, dus de stemverhouding en stemverdeling zal zeker anders gaan worden. PVV gaat er niet komen. Komt er niet. Denkt niet. Nee. Dus we gaan eigenlijk weer terug naar... Het wordt kleiner en smaller. En is ook duidelijker. En ook duidelijker voor kiezers. Zo van, en men moet dus ook scherper zijn in de standpunten. Men kan zich niet verhullen achter een coalitieoverleg of verschuilen. Dat gaat niet meer. Het wordt zeker interessanter, denk ik, de komende tijd. En zeker ook omdat het machtsblok van zittende collegeleden verdwenen is. Hè. En er zijn er een aantal aan het verdwijnen. Er komen nieuwe mensen. Ja, heel veel nieuwe mensen. En er moeten nieuwe mensen komen, want deze tijd vergt, als het gaat over de problemen die er zijn, ook echt bestuurlijke moed, bestuurlijk doorpakken. Het CPB heeft vrij recent nog maar weer eens aangegeven dat de kloof tussen welvaart, de mensen met wie het goed gaat en de mensen die aan de onderkant van de samenleving steeds duidelijker, steeds dieper wordt. En toch hebben, daar zal lokale politiek echt wat aan moeten doen. Bestuurlijk gezien heeft men de mond vol van de zelfredzaamheid, hè? Burgerparticipatie. Ja, een lelijk woord. Is het eigenlijk niet gewoon van zoek het maar uit en ordinaire bezuinigingen? Ja, op sommige plaatsen is dat wel zo. Overigens, de prikkel om jezelf te redden mag er natuurlijk wel zijn. Maar de vraag is, hoe ver ga je daarin? Niet moeten alles, mensen ook wel kunnen? Hè? Niet alles kan door middel van burgerparticipatie opgelost worden. Nou, dat is een heel moeilijke discussie. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Maar ik vind op het moment, ik was vandaag in de supermarkt en daar stonden mensen van de voedselbank of we een aantal producten wilden kopen en die vervolgens wilden afgeven voor de voedselbank. Nou, dat doe je. En ik zag dat heel veel mensen dat deden. Dat geeft ook aan wat deze samenleving ook is. En daar mag de komende collegeperiode fors op ingezet worden. Want als Tiel een sociale stad wil zijn, niet alleen maar met grote prestigeprojecten aan de poorten, dan moet daar het nodige gebeuren. PVDB ja. Gaat op zich goed. Zijn wel hun boegbeeld kwijtgeraakt het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk spijtig. Maar het vertegenwoordigt wel een gevoel in die raad van het moet anders. Ja, kijk, het overlijden van Pieter van den Burg heeft een grote impact gehad. En is intens triest, want het was natuurlijk een smaakmaker en gangmaker in
de gemeentepolitiek en ook daarbuiten. Maar hij toonde ook wel aan en hij was ook volop op dreef om zelf aan de touwtjes te gaan trekken in Tiel. En dat deed hij vanuit motivatie dingen anders te doen, transparanter te maken, de burger echt stem te geven. Zien we de discussie rondom de zonnepanelen passen in Avezaath. Nou, daar had de burger helemaal geen stem, moest er doorgeduwd worden om onze energiequota maatregelen voor elkaar te krijgen. Maar het gaat niet gebeuren. Nee, het gaat zeker niet gebeuren natuurlijk. Er wordt nog wel een beetje gebromd en gerommeld, maar dat komt er natuurlijk nooit. Maar Pieter had daar een gevoel voor dat soort zaken. Ja. Dat zou echt never nooit gebeurd zijn. Zover zou het nooit gekomen zijn. Als je nou kijkt naar zijn opvolger, Kalle Kreuk. Een zeer bevlogen mens voor de gemeente Tiel. Denk dat ze het heel goed zou doen als wethouder. Omdat ze, ja, waarom niet? Want het gaat om, heb je gevoel met de stad, heb je gevoel met de mensen, wil je wat bereiken? En ik denk dat ze met haar collega's heeft laten zien het debat niet te schuwen en vaak ook behoorlijke kennis heeft. En weet je, kijk, of mensen, en dat vind ik belangrijk, op het moment dat je op een partij gaat stemmen, lokaal, wil je graag weten, ik althans, wie is jullie kandidaat om het wethouderschap te doen? Want het zijn de mensen die het de komende jaren het bestuurlijk gezicht van de gemeente gaan worden. Dat moet gaan uitdragen. Ook. Zeker is dat belangrijk. Dus kijk, ik ben zelf ook nog aan het nadenken op welke partij zal ik eens gaan stemmen in Tiel. Ik wil de programma's zien. Ik wil in ieder geval op een paar onderdelen voor mezelf checken. Staat dat erin, ja of nee? Maar ik wil ook weten, wie is de kandidaat wethouder? Want op een stem op die partij geef je die ook je vertrouwen om het waar te gaan maken in je gemeente. Als de kandidaat een kluns of klojo is, dan kan het nog zo goed bedoeld zijn, dat partijprogramma. Maar dan gaat die stem daar niet naartoe. Het gaat ook om vertrouwen. Hè? De gemeente Tiel heeft hele lage opkomst. 46% zo ongeveer bij vorige verkiezingen. Nu stond in de begroting, hebben wij nog een opmerking over gemaakt, dat men gokt op iets meer dan 50%. Dan denk ik natuurlijk belachelijk, je moet gokken op 75%. Ja, want mensen moeten meedoen. Ja. Als je al jarenlang spreekt over participatie en meedoen, raadswerkgroep, spiegelgroep, wijkteams, noem alle initiatieven maar op die er geweest zijn, dan verwacht je een veel hogere opkomst. En ja, die moeten zich goed vertegenwoordigd zien door een spraakmakende, aansprekende, goed inhoudelijk functionerende wethouder. Nou, en er komen nieuwe mensen. Als je kijkt naar D66, die hebben daar best wel een probleem mee. Dat weet ik niet, want daar zit ik niet meer bij, dat weet je. Nee, oké, maar ze hebben hem nog niet. Anders dan was het al wel duidelijk geweest. Dan krijgt D66 mijn stem niet. Voorheen waren ze een van de eerste die vertelden van, nou, dit is ons programma. Ja. Waren ze nu trouwens ook snel mee. Ja. Dit zijn onze kandidaten en dit is onze wethouder. Ja. En nu is men nog naar op zoek. Ja. Bij het CDA, daar is een overvloed aan wethouders. Er zijn er wel drie. Nee, dat zie je verkeerd volgens mij. Ik heb het interview met mevrouw Son Stolk, nadat zij kandidaat geworden is, heel goed gezien. Uh-huh. Dat is een mooi interview. Het is voor mij heel helder. Daar werd ontkend dat er kandidaten wethouders zijn. Daar werd aangegeven dat het pas na de verkiezingen duidelijk is. En wie goed luistert, weet dat de lijsttrekker in feite ook gewoon de kandidaat is. Want dat is meestal zo. Zo is het de afgelopen jaren gegaan, zo zal het nu ook. Wat zo verpand was van tevoren werd er iets anders gezegd als wat er tijdens dat interview gezegd wordt. Ach, jij zegt, Yvonne Zonstolk is de wethouderskandidaat. Sociaal domein, uitstekende wethouder op dat domein, denk ik. Heeft heel veel contacten binnen dat gebied. Ik ben geen CDA-stemmer, hè, maar ik kijk wel naar wie kan het. Wie heeft er verbinding met die samenleving? Als ik zo naar kijk, dan kan zij dat. Zeker. Nou, we zijn wel aardig aan het invullen. Dus CDA hebben we, PvdA, PvdB hebben we al. Ja. We hebben al twee vrouwen in het college, mooi, ja, hè? Ja, heel goed. Hoe heeft de PvdA het gedaan? Ja, ik heb niet zoveel met de Partij van de Arbeid, eerlijk gezegd. Waarom niet? Ja, ik vind het altijd zo'n gesloten bolwerk. Ik kan daar eigenlijk niet zoveel over zeggen. Kijk, er zit sinds kort een nieuwe wethouder. Heeft hij een aantal dingen goed gedaan? Het gaat om de mensen, hè? Ja. Kwalitatief, gewoon heel goed. Heeft hij heel goed gedaan. Volgens mij heeft hij toch het probleem rondom Reuvos. Wat een zeer lang slepend portefeuille was. Tot een
acceptabel, goed, heb voorgestemd voor de oplossing, einde gebracht. Denk, hè, eindelijk een probleem opgelost. Ja. Nou, de vraag was of het met de vorige wethouder, die daar natuurlijk helemaal in zat, waar het ook om mensen gaat, hè, als het gaat over problemen oplossen, was waarschijnlijk niet gelukt. En nou, ik moet Ben Brink nageven dat hij dat uitstekend gedaan heeft. Okay. En nu nog dezelfde goede oplossing voor het euvel in Avezaad, namelijk nee zeggen tegen die zonnepanelen, heeft hij een tweede probleem uitstekend opgelost. Laat nog even op zich wachten. Ja, maar dat is het herstellen van iets wat, wat niet had hoeven te gebeuren. Nee, detail in bestuur. In bestuur. En de VVD? VVD, Marcel Melissen, gaat gewoon door. Prima kerel, niks mis mee. Zit waarschijnlijk ook gewoon in het volgende college met die twee vrouwen. Dan hebben we nog één zetel over. Want Tiel heeft 4 zetels en daarvan heeft OD16 gezegd, als er dan toch bezuinigd moet worden, moeten we ook naar onszelf kijken. Misschien moeten we dan ook gewoon maar eens een wethouder in Tiel inleveren. Gewoon 3 krachtige wethouders. Ik zei het je al, hè, VVD, CDA en Partij van de Burgers. Zo zou mijn college eruit zien. Er worden geen weddenschappen op afgesloten, maar daar zal het wel heen gaan, denk ik. Nou, ook weer zeer verrassend. Hey, die verkiezingen komen eraan. Ja. Het wordt spannender en spannender en spannender. Mm-hmm. Je kunt de dingen aardig duiden. Mag ik jou binnenkort dan weer eens een keer uitnodigen als er weer eens nieuws is? Bijvoorbeeld eind januari ergens. Om eens kort te vertellen wat er allemaal nog speelt en wat er, hoe de haast lopen. Ik weet inmiddels de weg naar het koetshuis wel te vinden. Heel goed. Dus dat zal in januari ook wel weer zo zijn. Nou, dat is mooi. Hey, ik wens jou en jouw zijnde nog een paar hele fijne dagen. Nou, dankjewel. En voor de kijkers uiteraard ook, want het is tenslotte einde van het jaar, kerstfeest, een moment om eens met elkaar te bezinnen, terug te kijken. Maar vooral in deze tijd, en ik roep kijkers ook op, ga stemmen in maart om vooruit te kijken wat er in deze mooie stad allemaal kan gebeuren. Precies. En we houden van vuurwerk, hè? Zeker. Oké. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot volgende week.